tekenen. Geweldig. Je hebt het knalplastic convenant als allereerste ondertekend. Nou Dirk, daar zijn we weer. Waar zijn we naartoe op weg? Naar de HEMA. HEMA hoofdkantoor, naar Tjeerd. De CEO. Sorry. Opnieuw? Wil je dat ik naar de camera kijken? Of knalplastic manifest ondertekenen? Nee, hiermee beloofd Tjeerd Jegen van de HEMA dat ze geen plastic meer in het vuurwerk zullen stoppen. En hierna gaan we naar alle andere retail van Nederland, maar ook de importeurs. Dit is gewoon logisch. We moeten gewoon de verantwoordelijkheid nemen om zwerfplastic uit te bannen. En op vuurwerk blijft gewoon veel plastic achter als je niet goed opruimt. Dus wij nemen onze verantwoordelijkheid en we tekenen het convenant. We beloven dus plechtig, dat gebeurt gewoon niet meer. Beloven ze dus te stoppen met de inkoop van plastic in vuurwerk. Ja, en de verkoop? En de verkoop vanaf 2021. En de knetterballen? Die zitten er sowieso volledig uit. Dat staat hier ergens van, we stoppen echt direct met die knetterballen. Dat is punt 1. Nee, dat moet dus, al die ketens moeten dat gaan ondertekenen en de vuurwerkbranche. En dan, zolang er nog vuurwerk is, zorgen we dan dat het in elke geen plastic vervuiling oplevert. Jullie waren de eerste die die knetterballen uit de schappen haalden. En dat kostte echt wel wat. Hè? Ja. Dat was niet gratis. Nee. En daarna heb je een hele hoop opvolging gehad van andere bedrijven. Ja, twee dingen heel leuk hierin. Dus het was inderdaad best lastig, want we moesten dus tijdens de drukke periode de pakketten echt leeghalen met die knetterballen. Maar de collega's in de winkels vonden dat geen probleem voor het grotere doel. Mooi. En supergoed om te zien dat alle collega's in de retailbranche ons gevolgd hebben en dat we gezamenlijk hebben gezegd, dat doen we niet meer. Het is natuurlijk schitterend dat aan de hand van, we begonnen natuurlijk met de knetterbalactie, alleen op knetterballen. Dat is eigenlijk direct geregeld en we gaan nu eigenlijk een stap verder door ook het knalplastic convenant en alle andere plastics uit vuurwerk te laten halen. Ja. Ik hoop een beetje dat na dat kruisje van HEMA, wat hier staat, wat het vinkje, dat er heel veel vinkjes gaan volgen. Dus dan willen we ook het compleet hebben met alle namen van alle retailers in heel Nederland. Klopt, nou, ik ben net gebeld door Albert Heijn. Kijk, heel goed. Die wilde direct vandaag, dus ja. Die komen zo meteen. Nou, ik heb nog een lijntje met Jumbo, dus die gaan ook denk ik gauw bellen. Super, dus, super, super. Dus nou, even kut. We staan nu voor de gemeente Amsterdam, hadden we een afspraak. Ja. En wat gebeurt er? Komt een man binnen van Albert Heijn, de CEO van Houdbaar en Non-Food. En ja. Die heeft ook meteen even het convenant getekend. Geen plastic meer in vuurwerk. Henk van Harn, directeur Non-Food en Houdbaar. En Houdbaar van Albert Heijn. Altijd. Ja. Yes. Woehoe! Ja. Super. Dus die is in zijn auto gestapt toen wij bij HEMA waren. En hier naartoe gekomen om ook direct dat knalplastic convenant te ondertekenen. We hoorden net dat het kabinet heeft besloten om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Heeft dat nog invloed hierop? Wij verkopen alleen maar de simpele categorie 1 vuurwerk. Dus voor ons heeft dat geen effect. Nee, dus dat maakt helemaal niet uit. En dat wordt dus niet verboden. Knetterballen zo worden niet verboden. Dus operatie knetterbal is alleen maar belangrijker geworden. Want volgend jaar wordt er nog veel meer F1 vuurwerk aangeboden. Let op. Super bedankt Henk. Graag gedaan. Ja. Tot de volgende. Dankjewel. Nou, nu is de rest van de ketens zijn aan de beurt. Dus bel op of mail ons. Dan zorgen we dat jullie dat ook kunnen tekenen. Hey, en de volgende stap is, we willen hiermee naar Europa, hè? We willen hiermee naar Brussel. Ja, heel goed. Ja, dus jij stelt de norm eigenlijk. Nou, heel goed. Ik heb ook winkels in België, dus dat helpt. Super. Ja? Oké, dankjewel. Hey, super bedankt. Tot ziens. Dank je. Bedankt, hoi. Nou, kan je nog in één zin vertellen, wat is er vandaag gebeurd? Er zijn hele grote stappen gezet tegen plastic vervuiling door vuurwerk. Ja? Moet een einde hebben. We moeten een einde hebben van vandaag. Vandaag was het 30 januari 2020. Heel veel vuurwerk is verboden. Er is nog vuurwerk toegestaan. Daar zat nog plastic in. Maar na vandaag, de eerste partijen hebben convenant ondertekenen waarin ze zeggen, geen plastic meer in vuurwerk. Er zijn nu 2 retailketens die hebben getekend. We willen de rest van de retail, de industrie die er meegewerkt heeft aan het convenant, gaat ook tekenen. En dan kunnen we volgend jaar minder hard knallen en zonder plastic. Dus een schitterende dag vandaag voor een meer plasticvrije toekomst. Ontzettend trots op ook alle mensen die hebben geholpen met het maken van de foto's, het oproepen. Plastic soep. Ja. Dus. Je mag tekenen, zou je. Ik ben nu wel tekenen.
Ja, hij wil direct tekenen, maar hij, alleen als hij, als hij CEO is van een bedrijf mag hij tekenen. Wat over vuurwerk gaat. Hoi, ken je ook dat vuurwerk van jou? Oh ja?